Monique, hoe gaat het? Het gaat goed met mij. Gaat het goed met de zaak? Ja hoor, op zich wel. Dan gaat het ook goed met jou? Ja. Dat is je eigen zaak? Ja. Waarom heet die Bordeaux? Nou ja, dat is meer iets van mijn man, Brigitte Bordeaux. Typisch Franse vrouw. Mooie vrouw vroeger. Ja. En past bij onze zaak, Franse keuken, ja. Maar het is een naam die je man bedacht hebt? Ja, die, ja. Ja, je had dat graag een andere naam gegeven. Ja, ik vind het echt prima. En wat verkoop je allemaal? Nou ja, Franse keuken, dus ik kan het zelf wel een beetje bedenken. Van zweezerig, cookie, ook traditionele carpaccio, tonnedootje ook. Mis je bepaalde gerechten die je in Frankrijk wel hebt? Die je hier niet hebt? Nou, nee. Ik denk aan orgaan vlees bijvoorbeeld. Nee, dat hebben we ook allemaal wel. En, zometeen weer een nieuwe menukaart, dus een mooie poulet noir komt er ook weer op. Ja. Want sommige orgaan vlees is hier in Nederland verboden. Ja, I know. Ja. Maar ja, mag zover. Je moet ook niet Romeinse zijn in de pauze, moet je bedenken. Zo is het, hè. Verkopen jullie stierenballen? Nee, dat hebben we niet. Nee. Nee. Weet je hoe ze dat noemen? Dat is wel erg ver nu, hè. Stierenballen. Dat, Heb je het wel eens gegeten? Nee. Maar het is wel permanent, hè? Dat kan we niet. Ja. Ja, je hebt in Frankrijk heb je een stadje. Ik weet niet precies hoe het heet. Er zitten 8 slagers. En de 9e zaak is van alle 18 slagers. En daar verkopen ze het. En dan noemen ze het Rocky Diamonds. Oké. Je kent het niet? Dat ken ik niet. Het is niet te geloven zo lekker. Het is een beetje angstig. En je hebt ook een beetje het idee van, oeh, dat wil ik eigenlijk niet. Maar het is ontzettend lekker. Maar verkopen ze het hier ook, denk je? Wel en niet. Ik heb het wel eens kunnen kopen, maar een slager mag het hier niet verkopen. Het schijnt vooral voor wat oudere mannen een ideaal middel te zijn. Oh, waarvoor dan? Ja, vergelijk het met Viagra, maar dan op een natuurlijke wijze. Ik dacht al zoiets, dat je dat ging zeggen. Ja, maar je wou mij voor het blok zetten. Dat lukt natuurlijk niet, hè? Want ik doe dit al een paar dagen, langer. Ja. Hey, roep je man er eens bij. Fritjof, ja. We hebben net met je vrouw gesproken. Och, Jezus. Nee, met je vrouw. Okay. Niet met Jezus, nee. Okay. Hey, met je vrouw gesproken, je hebt geen limousinevlees. Dat is natuurlijk limousin. Is het mooiste stukje Frans vlees natuurlijk. Waarom heb je dat nou niet? Ja, ik heb ook heel mooi Iers vlees. Wel een klein stapje natuurlijk. Lek Engels. Ja, onder andere. Maar ook MRI, Maas, Rijn, IJssel vlees. Dus in Nederland komt ook heel mooi vlees vandaan. Ja. Maar geen limousin. Nee, heb wel mee gewerkt. Waarom niet... kan zomaar voorbij komen. Ik heb wel mooie poulet noir, oftewel zwartpootkip, dat is echt Frans. En mooie bisque, mooie echt Franse dingen. Heb je er plezier in, want dat straal je wel uit in ieder geval. Ja, we gaan over 2 dagen vakantie. Dus, over 2 dagen op vakantie, maar ga je heen naar Frankrijk? Nee, dat zou je zeggen. Nee, we gaan lekker een weekje skiën, maar nee. Ga je heen skiën? Ik heb het zeker naar mijn zin. We gaan naar Oostenrijk. Dus, dat is heel groot, hè, Oostenrijk, hè? Waar? Ja. Naar Hippach. Ja. Hippach? Ja. Klein plaatsje. Dus, je kent het niet, Hippach. Ik ken het niet, we gaan met de meute mee. Dus, Met hoeveel man gaan jullie? 46 maar liefst. Heerlijk, wij gaan meestal met een man of 20. Ja. Grootste gein. Ik ben altijd de kok. Ja. Ik niet, want dat doe ik het hele jaar al. Dus vooral niet koken als je op vakantie bent. Maar lekker genieten. Ik vroeg het net alleen je vrouw. Hoe ben je nou op het idee gekomen om een restaurant hier in Purmerend op de Koemarkt te beginnen? Nou, het koken zit natuurlijk in het bloed. Ik kom uit de horecafamilie. We hebben meerdere restaurants gehad. Ik ben Frans geschoold. Ik hou van de Franse keuken, ook van de Italiaanse keuken. We hebben heel veel gemeen met elkaar, dus dat combineert nog wel eens. Maar ja, ik ben wel francofiel in die zin dat ik echt van de keuken hou. En ook van het land. En vandaar. En ik hou gewoon van pure smaken. Ja. Goed koken, geen rommel, zelf maken. Ja. Zelf ijs draaien, shootjes, gewoon lekker koken. Ja, dat is belangrijk. Hoe laat ben je open? 5:30, elke dag 5:30. En hoe laat ga je dicht? Tot de laatste gasten weg zijn. Wat heb je vandaag voor lekkers op het menu staan? We hebben vandaag een mooi Valentijnsmenu. Dat is zacht kalfsvlees, een beetje gegrild tonijn, een beetje kruidsla, dressing van dragon, allemaal lekkere dingen. Mooie ravioli tussengerecht, halfrecht skrei, dat is echt de winterkabeljauw. Weet je wat skrei is trouwens? Ja, dat weet ik wel. Dat is een, zeg het eens. Nou, ze noemen het een winterkabeljauw. Het is eigenlijk een kabeljauw. Maar goed, het is voornamelijk december, januari verkrijgbaar. Het is iets steviger als de kabeljauw. Ja. Wat voor wijn schenk je erbij? Dat moet ik aan mijn vrouw vragen. Die gaat over de wijnen. Maar dat zal ongetwijfeld een mooi glas zijn. Ja. Ja. Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Heel graag gedaan. En doe je vrouw de groet, hè? Doe ik zeker. Ga ik de keuken weer in.